Zo'n 100 vaten met chemicaliën, waterstofgas en aceton, werden vanmorgen gevonden in een garagebox aan de Mercuriestraat in Breugel. Het gaat om vaten met een inhoud van 30 liter. De chemicaliën waren waarschijnlijk bedoeld voor de productie van ecstasy. We doen dat samen met gemeente en OM en de Taskforce Zeeland-Brabant om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. De vaten stonden achter bouwmaterialen in een garagebox. De box heeft een maand geleden een nieuwe gebruiker gekregen. De actie in Sonnenbreugel vloeit voort uit het werk van de 50 extra rechercheurs die minister Opstelten heeft ingezet voor de bestrijding van de drugscriminaliteit in Brabant en in Limburg. Nou, wat wij vermoeden is dat deze spullen uh, samen dienen in het uh, synthetische drugs uh, maken daarvan. Uh, het lastige is dat deze stoffen samen zijn en het gaat verkeerd en uh, je dan wel een explosie krijgt.